Op het voortplantingscentrum doen we behandelingen zoals inseminaties en IVF. En we werken daarbij nauw samen met urologen, andrologen, embryologen en seksologen. Maar ook met onze collega-gynaecologen van de afdeling verloskunde. En we zien op het voortplantingscentrum ook veel vrouwen die ooit een transplantatie hebben gehad. Als we het dan hebben over vruchtbaarheid, is het zo dat elke vrouw die wordt geboren met een voorraad eicellen. En die eicelvoorraad ligt bij je geboorte dus al vast. En in het leven zijn er dingen die die eicelvoorraad beïnvloeden. Het ouder worden, maar ook bijvoorbeeld bepaalde vormen van chemotherapie of bestraling of roken, die kunnen ervoor zorgen dat je eicelvoorraad vroegtijdig afneemt. Gelukkig is het bij een orgaantransplantatie niet zo dat de eicelvoorraad dan afneemt. Wat belangrijk is, is dat je als vrouw een regelmatige menstruele cyclus hebt. En een normale cyclus vinden wij tussen de 25 en de 35 dagen. Als dat zo is en je mag van je behandelend arts zwanger worden, dan mag je dus best prima een tijdje zelf proberen om te kijken of je spontaan zwanger wordt. Het is wel zo dat als je als vrouw of als mens chronisch ziek bent of langdurig ernstig ziek, dat het soms wel langer kan duren voordat je zwanger wordt of dat de menstruele cyclus toch wat onregelmatiger wordt. Als je naar ons toe wordt verwezen, dan doen wij een analyse om te kijken waar het door komt dat de zwangerschap nog op zich laat wachten of uitblijft. Als het echt afgeraden wordt om zelf een zwangerschap te dragen, dan kunnen wij ook op het voortplantingscentrum helaas geen behandelingen doen. En worden de opties wel beperkter. Sommige vrouwen kunnen in aanmerking komen voor draagmoederschap. Om hiervoor in aanmerking te komen, volgt wel een strikte indicatiestelling. En dat doet eigenlijk het Amsterdam UMC in de locatie VU. Daar kunnen patiënten naartoe worden verwezen die een indicatie hebben voor draagmoederschap. Voor de meest actuele informatie over adoptie kun je het beste kijken op www.vion.nl. Een andere mogelijkheid om een kinderwens te vervullen op een alternatieve manier is pleegouderschap.